Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Marianne en ik heb jullie in deel 1 uitgelegd wat diamond painting is. Daar ga ik nu eventjes nog wat dieper op in, want ik drukte per ongeluk op het verkeerde knopje, dus ik ga gewoon door. Was eigenlijk gestopt met het uitleggen van wat diamond painting is. Ik heb hier een foto van mijn dochter. Het is eigenlijk ook mijn eerste diamond painting die ik maak. Nou, de foto die wordt natuurlijk onder een scan gelegd en die wordt dan zeg maar bekeken en die scant dan al die kleuren en aan de hand van die kleuren krijg ik dan de plaat geleverd met daarop allemaal lettertjes. En dat zal ik even proberen te laten zien. Oké, kijk, dan zie je hier toevallig allemaal haartjes op staan en een schuine streep. En zoals je kan zien, heb ik al een heel stuk gemaakt met allerlei kleuren. En eigenlijk is het met diamond painting zo dat pas als je klaar bent, dan zie je het geheel. Want toen ik begon, zag ik hier een rare witte vlak. En toen dacht ik, ja, wat is dat nou eigenlijk? Als je op de foto kijkt, dan zie je dat het waarschijnlijk haar schouder is. Of een stukje t-shirt eigenlijk dan. Maar goed, je kan pas alles in zijn geheel zien als je ook klaar bent. Bij de diamond painting, als je dat bestelt, dan krijg je normaal gesproken ook allerlei accessoires erbij. Dus niet alleen alle kralen, maar ook de accessoires. Je krijgt dan een groen bakje. Je krijgt meestal ook wel een pincet erbij. Wax en eventueel ook een bakje. Nou, ik zal even uitleggen waar het voor is en hoe makkelijk je het eigenlijk kan gebruiken. Ik ga gewoon even beginnen met de letter H. Dat is dus dat zwarte gedeelte op mijn vlak. De letter H die zoek ik hier in de zijkant van mijn papiertje zoek ik die op. En dat is, ik weet niet, het is natuurlijk spiegelbeeld volgens mij. Dat is nummer 939. Nou, die zoek ik op in mijn bakje. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb alles in zo'n bakje gezet. En dan heb ik het een beetje geprobeerd om het op volgorde van mijn papiertje te leggen. Zodat ik ongeveer weet waar ik het kan zoeken. Maar je kan ook bakjes bestellen online. Ik had 939 nodig, dus ik zoek gewoon even naar de 9. Oh, dat is degene in het grootste doosje. Als je kijkt naar het zakje, in mijn geval zie je hier dus nummer 939 staan. En er staat ook een 17 voor. Dat is eigenlijk de 17e letter op mijn papiertje. En daarachter staat 35,9. Dat is de hoeveelheid gram die in het zakje zit. Ik doe best wel flink wat in het groene bakje, want ik heb best wel veel nodig. Ik gooi daar gewoon lekker wat aardig wat in. En ik dacht in het begin van, ja, waarom zitten er nou eigenlijk van die ribbeltjes in het groene bakje? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Ik hoop dat ik dat goed kan vastleggen op de camera. Zoals jullie zien, zit het bakje vol. Nou, ga ik heel voorzichtig. Ik denk dat ik hem iets te vol heb gedaan om het goed te kunnen laten zien. Dus ik gooi even een paar eruit. Oh, dan moet ik het wel ingooien en er niet naast. Dan ben ik straks al mijn kralen kwijt. Zo. Dan doe ik dus. En dan ga ik ze heel voorzichtig. Ga ik ze zo heen en weer schudden. En als je goed kijkt, zie je dan dat bijna alle kralen met het, ja, het goede gedeelte, zeg maar, met het puntige gedeelte naar boven steken. En dat is handig, want dan kan ik ze met de pen kan ik ze heel goed oppakken. Dus nogmaals, je doet er niet te veel in het bakje. Dus ik gooi er nog even een beetje uit, zodat jullie het misschien nog ietsjes beter kunnen zien. Dan schud je dus heen en weer. En dan zie je dus dat ze eigenlijk allemaal goed liggen. Of heel veel in ieder geval. Nou, dat is makkelijk, want dan kan ik in één
rits doorwerken. De roze, in dit geval mijn roze, misschien hebben jullie wel een heel andere kleur. De roze pen, daar doe ik eigenlijk een klein beetje wax doe ik dat, daarop. En waarom? Dus een heel klein gaatje zit daarin. En een klein beetje wax zorgt ervoor dat de kraaltjes erop blijven plakken. De wax die krijg je ook altijd mee, tenminste wel bij de meeste. Een klein beetje doe ik daarop. Zoals je ziet. Druk ik dat goed aan. En dan kan dus zo'n kraal heel makkelijk erop blijven zitten. Nou, ik had dus de letter H. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Even naar achteren schuiven. Ik pak dus nu zo'n kraal pak ik op. En dan zie je dat hij er dus op blijft zitten. En dan kan ik ze dus op mijn werk doen. Het lijkt net alsof ik nu heel lang mee bezig ben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het gaat natuurlijk in verhouding gewoon sneller. Ik ga jullie even... Ik hoop dat ik hem nu goed stopzet. En anders wordt het weer een deel 3. Dan ga ik het nu laten zien hoe het dus werkt. Je ziet hier dus allemaal lettertjes staan. Hier zie je dus de H. En die plak ik dus zo op de H. En dan pak ik dus weer een kraal uit het bakje. Die pak ik op. En die zet ik dan weer op de H. En zo ga ik dus de hele tijd door. En dan zie je ernaast, zie je over het algemeen nu een streepje staan. En die sla ik gewoon nog even over. Die doe ik gewoon straks. Wat ik ook doe, is het plastic wat er dus op zit, haal ik er niet helemaal in zijn geheel van af. Want je bent eigenlijk heel erg lang ermee bezig. Ik scheur hem eigenlijk gewoon kapot op het moment dat ik klaar ben, zoals je hier goed kan zien. En op het moment dat ik denk van nou, ik heb er geen zin meer in, dan plak ik hem gewoon weer terug dicht. Want anders komt er natuurlijk allemaal stof op. En dat is natuurlijk niet mooi. En ik doe hem dus open aan de hand van hoeveel ik ongeveer ga doen. Dus ik ga gewoon eventjes verder. En wat ik ga doen is nu elke dag ga ik een stukje filmen. Zodat jullie kunnen zien hoe mijn diamond painting gaat worden. Dus ik ga er gewoon eventjes een paar maken. En dan zal ik ondertussen even bedenken of er misschien nog vragen zijn die ik eigenlijk niet wist voordat ik ermee begon. Oh ja, ik heb wel eens gehoord, wat doe je nou met het witte bakje? Nou, wat ik eigenlijk met het witte bakje doe, maar goed, dat kan je natuurlijk allemaal zelf aanvullen. Ik heb er nu toevallig, omdat ik een beetje te veel van deze kleur pakte, heb ik dat erin gedaan. Dus daar zou je het dus ook voor kunnen gebruiken. Het witte bakje gebruik ik om eigenlijk de kleur in te doen waar ik mee bezig ben, waar ik niet zo heel erg veel op dat moment van nodig heb. Dus zoals als ik hier kijk, als ik wat verderop ben, heb ik op een gegeven moment een stuk of 10, misschien 12 keer de letter R nodig. Dus dan doe ik gewoon in dat witte bakje en dan kan ik gewoon doorgaan. Maar goed, je kan natuurlijk ook gewoon iets anders in het bakje doen. Ik heb al hele grappige dingen voorbij zien komen. Zoals pepernoten bijvoorbeeld. Als je lekker door wil gaan en je wil wat te eten hebben erbij, kan je dat dus ook doen. Diamond painting is echt voor alle leeftijden. Dus het is niet zo... het is natuurlijk niet voor echt hele jonge kinderen. Maar het is echt, als je een mooie diamond painting hebt, bijvoorbeeld een van Hello Kitty of zo, dan kan en je helpt daar je dochter of je zoon bij. Ja, dan kunnen hun het ook doen. Het is niet echt heel erg moeilijk. Waar gebruik je de pincet voor? Nou, het pincetje gebruik je als je een foutje maakt of je neemt per ongeluk twee kralen mee. Dan kun je ze dus veel makkelijker even oprapen.
eraf halen en dan weer erop zetten. Waar ik hem ook voor gebruik, zal ik eventjes ietsjes dichterbij zetten, is dat als er bijvoorbeeld kraaltjes een beetje scheef zitten, dan kan ik hem hiermee een beetje opzij duwen en hem recht duwen, zodat hij goed zit. Dus dat is maar net ja, wat je zelf... Oh, blijf staan. Zo. En dan ga ik gewoon weer door. Ik ga eigenlijk elke dag doe ik wel wat aan de diamond painting. Want het is een kerstcadeau voor mijn partner. Dus ja, ik heb nog wel eventjes de tijd. Maar je bent best wel lang bezig. En helemaal als je allemaal verschillende soorten kleuren hebt, dan, ja, dan is voor een klein stukje, kan je zo 2 uur bezig zijn. Oké, voor nu sluit ik hem even af. Oh, nog één tip. Als je zoals ik heb nu heel veel kleuren, of eigenlijk één kleur hebt, zo dat bedoelde ik, als je één kleur hebt, wat je dan het beste kan doen is dat je af en toe ruimte overlaat. Want dan kun je veel sneller de kraaltjes erop leggen. Voor nu sluit ik hem af. En tot de volgende keer. Doei. En bedankt voor het kijken. En een duim omhoog.